Voordat we de staalconstructie uittekenen, gaan we eerst de tekening voorbereiden. We passen de verdiepingen aan. Fundering verwijder ik. En ik voeg een aantal verdiepingen toe. Ctrl-C, Ctrl-V. Ik ga terug naar de begane grond. We willen graag met standaard stalen profielen tekenen. Deze staan niet standaard in ARCHICAD en deze moeten we importeren onder Options Import Standard Steel Profile. Kiezen voor Eurocode en daaronder kan je een aantal IPA's of bijvoorbeeld HEA's importeren. Voeg er een aantal toe waar ik mee denk te gaan tekenen. Ik kan ook een koker toevoegen of buisprofielen en je drukt op import. Vervolgens staan deze kun je met deze profielen balken of kolommen tekenen. Als eerste plaatsen we het grid onder een stramien onder Design Grid Systems. Je kan op elk kruispunt van het stramien ook een kolom plaatsen, vink ik aan, en een balk. Onder Settings van de balken kies ik een complex profiel en ik kies de kolomgrootte die ik wil hebben. Ook de balken pas ik aan. Daar kies ik voor een complex profiel. Ik zet de bovenkant van de balk ietsje hoger. Onderaan kan ik de afstanden van de stramienlijnen aangeven. Deze zet ik nu op 1,20 meter. Oké, en ik plaats het stramien. Even hoe het er nu in 3D uitziet. Het ziet er nu als volgt uit. Ik kan een maaiveld plaatsen. Vervolgens kan je hier ook liggers in de begane grond plaatsen. Deze zet ik even op 0. En deze liggen kan ik ook aanpassen in de 3D view. Ik kan deze ook schuin gaan plaatsen.
kopie. Vink de balktool aan, druk Ctrl A. Selecteert hij alle balken. Vervolgens geef ik Outlines Only aan. Oké. En dan zie je deze balken ook terugkomen in de plattegrond. En kan ik eventueel een balk verlengen of een stuk eruit halen. Control kan ik stukken uitknippen. Ik kan een aantal balken verwijderen. Of kolommen in dit geval. Ik kan ook een vloer gaan plaatsen. En deze kan ik ook in de hoogte verplaatsen. Ctrl U. Elevate. Number of copies 5. Je kan ook in de gevel tekenen. Ctrl U. Als je een ingewikkeld vakwerk hebt, kan je deze ook op een andere manier tekenen, door middel van de Trash Maker. Hiermee kan je eerst in het aanzicht met enkele lijnen kan je het vakwerk tekenen. Elke lijn stelt een bepaalde staalprofiel voor. Wil je een ander staalprofiel, dan moet je deze in een andere lijn tekenen of een andere lijnkleur.
Selecteer al deze lijnen en klik op Design, Design Extras, Truss Maker, Create Truss. Hier kan je kiezen uit een massieve, holle of een stalen profiel. Ik kies nu voor het stalen profiel. En hiermee kan je ook, hier kan je ook de afmetingen aangeven van deze stalen profielen. Dit element is geplaatst op de begane grond. Deze kan je op de juiste stramien plaatsen.